Robje Wit, 45 jaar. Je rijdt al heel lang. We hebben elkaar leren kennen volgens mij nog bij Horion, een jaar of 20 geleden. Gelijk begonnen met circuitrijden. Klopt. Horion daar werkte toen op zaterdag en die gingen deze circuitdag organiseren. Ja, en ik was daar natuurlijk meteen bij. Dus het was hartstikke leuk. Ja. Later hebben we elkaar volgens mij weer ontmoet bij de Speedweek van Wilco Zeelenberg. Ja, klopt. Daar was jij al een tijdje en op een gegeven moment was het ook door jouw enthousiasme en door anderen van joh, daar moet je een keer naartoe. Dus daar naartoe gegaan en geweldig natuurlijk. Echt een leuke baan, veel geleerd en mooi weer, super. Dus toen uiteindelijk hebben we besloten om de overstap te maken naar de Cup om toch te kunnen blijven rijden. En toen Ed dat hoorde, was het meteen van nou, als je naar de Cup gaat, dan kom je lekker bij ons staan. Dus, maar 45 jaar en eigenlijk ben je nog steeds aan het stijgen. Ja, het gaat nog steeds elk jaar sneller. Mijn materiaal wordt steeds beter natuurlijk. Ik word goed geholpen door werk, door Ed en door iedereen om me heen die het leuk vinden. Dus, dus ik heb mazzel dat ik... Ja, wel met goed materiaal mee kan komen. Anders wordt het wel lastig, vooral in de Supercup 1000. Daar moet je echt wel met nieuw materiaal rijden en veel banden wisselen, zeg maar. Dus ik heb hoop geluk dat ik daarin geholpen word. Ja, je zegt door werk, maar je werkt niet bij een slagerij. Nee, klopt. Ik werk bij Yamaha Motor Europe. Dit is mijn 17e jaar. Dat is dicht bij het vuur. Daarnaast natuurlijk Ed, Yamaha Racing Dealer, dus nog dichterbij. En voor mijn werk ben ik veel met ontwikkeling van de olie bezig. Ik zit nu in de raceparts onder andere. En dus dicht bij het vuur. Bevalt het je om in het team van Edwin op te rijden? Er is wel veel kennis volgens mij. Ja, het is, ik kwam er eigenlijk meteen al vanuit de zak, hier bij Ed erin. Ja, en het is even wennen dat je meteen zegt van nou, ik doe het allemaal wel, weet je, als ze nemen alle taken uit handen. Dus dat is super. Als ik zeg van joh, add dit of dat naar mijn vering, die is altijd super. Klik je daar, klik je zus. En ik hoef me eigenlijk aan te geven wat ik ervaar. En Ed weet daar wel een antwoord op. Dus dat is voor mij een hele luxe positie. Komen van de zak waar je eigenlijk alles zelf doet. Banden wissels, dingen. En hier kom je dan en je voelt bijna professioneel, zeg maar. Wat zijn je ambities? Nou ja, vorig jaar zat ik net niet top 10. Toen werd ik 11e. Dus ik had eigenlijk ambities dit jaar gewoon top 10 te rijden. Nou, nu is er een hoop jonge aanwas snel talent bijgekomen. Ik dacht eigenlijk, de top 3 was zo'n beetje weg vorig jaar uit de Supercup. Maar er zijn toch wel weer een goede aanwas. Dus het wordt wel lastig. En we hebben de fiets vorig jaar helemaal verbouwd. Hij was super en hij is nu ook super. Ik heb alleen nog door het slechte weer eigenlijk niet echt tijd gehad om echt aan de setup te werken van die fiets. Dus nu elke keer is het zeg maar trial and error met afstellen. Maar ik hoop gewoon wel weer een keer top 10 te rijden dit jaar. Het is nu nog niet van gekomen. En vooral blijven genieten. Ik heb zoiets van ding heel houden, lekker hoop lol. Dat is eigenlijk prio 1. Alles heel houden en dan hopelijk top 10. Rob, we kennen elkaar al heel lang en ik ken jou nou niet als crasher. Nee, dit is redelijk sporadisch inderdaad. De laatste keer dat ik gevallen ben was in 2003 of zo op het circuit. Dus ja, dus nu helaas. Ja, acht ik van achter en Mandeveen duik sloot en de kansloos. Dus helaas, het was net begonnen met kwalificeren en helaas stopt het hier even dan. Maar ik mocht niet meer rijden van het technisch centrum of medisch centrum in verband met mijn been. Ik gleed een beetje, de motor bleef op me liggen, dus dat is een beetje verdraaid. Maar ik heb niet echt veel kracht meer in, dus balen. Maar wel echt een Yamaha man, hè? Je gaat gewoon onder je motor liggen om hem te beschermen. Ik denk als ik me iets zeg maar kan redden, dan doen we dat. Maar ik kreeg hem niet van me af. Pas toen hij op de cursus kwam, toen rolde hij van me af. Dus dat is zo gelopen.